De eerste fase is een, dat heet een sensatiefase. En dat is fantastisch. Het begint dus met een lichamelijke sensatie. Dat je denkt, er is iets met dit idee, er is iets met dit, ik wil hier iets mee, ik weet nog niet wat. Het kan ook zijn, ik wil met hem weer eens wat maken. Ja. Ik weet niet waarom, maar zoiets. Dus dat is een sensatiefase. Vervolgens komt er een realisatiefase. Je denkt, nou oké, volgens mij wil ik zoiets gaan maken. Het moet die kant op, weet nog niet wat. Oké, dan ga je een voorbereidingsfase doen. Gewoon feiten, wat hebben we daarvoor nodig? Ja, dan moet ik die en die mensen hebben, of we hebben dat geld nodig, of we hebben weet ik veel wat. Of we moeten een kamer hebben, een plek hebben waar we kunnen, weet ik veel wat. Daar zit ook een soort, dat heet een saturatiefase, dat is de vierde. Dat is een soort voorbereidingsfase, maar inhoudelijk. Misschien moet ik eens even gaan onderzoeken of daar al, of dat al gemaakt is. Bestaat dat al? Of is dat... Ik moet eens even kijken of het überhaupt nog wel mogelijk is dit jaar. Dus je gaat dus op het thema, moet het zeggen, wat onderzoek doen. Dus dat is ook een voorbereiding. Je hebt een echte feitelijke voorbereiding. Nou, oké. Dan heb je vier, dat zijn eigenlijk vier voorbereidende fasen. Dan heb je een, even kijken, preparatiefase. Ja, dan komt er een, dan ga je aan het werk. Maar dan komt er een, altijd een soort van frustratiefase. Meestal zeggen mensen, ja, die frustratiefase die komt overal wel in alle fases, maar zeg nou dat die daar komt. Want dat is meestal na de eerste voorbereiding. Je bent altijd, je weet dat je dat wil maken, je hebt de eerste voorbereiding, je hebt erin verdiept. Oké, dan gaan we bij elkaar zitten, we gaan aan het werk. Oké, en dan komt er een moment dat er altijd een frustratie is. Dat is, het duurt te lang, of het is niet leuk, of een allemaal duidelijke duizend redenen. Nou, dan komt de incubatiefase. En na de incubatiefase komt is het een soort illuminatiefase. Het is heel grappig, de beste ideeën komen na de incubatie. Het idee. Ja. En dat is maar een hele korte fase hoor. Okay. Dat is een hele... En vervolgens ga je dat idee... Wat gebeurt daar dan? Wat ja, dat is vrij onduidelijk. Okay. Veel onderzoek naar gedaan, maar we weten niet. Het is het Eureka-moment. Okay. Ik heb eens... hersenonderzoek geeft aan dat op dat moment in ieder geval beide hersenhelften aan het werk zijn. Okay. Maar meer kunnen we er nog niet over zeggen. Daarna ga je dat idee... uitwerken. Nee, je gaat het eerst beoordelen. Dus er komt een fase waarop je ergens in jezelf zegt, is dat idee interessant genoeg? Of je gaat het beoordelen. En vervolgens ga je het uitwerken. Dus je hebt de evaluatiefase en de verificatiefase. Dus gewoon uitwerken kan ook zijn uittesten. Op allerlei niveaus, hè. Uittesten doordat je het aan mij vertelt, maar ook uittesten doordat gemaakt wordt, een prototype gemaakt wordt en op een doelgroep wordt uitgetest. Dus dat zijn een hele lage van uittesten. En en dan heb ik nog toegevoegd met een aantal mensen de helemaal aan het einde de acceleratiefase. En dat is een hele belangrijke ook. Dat is dat je aan het einde van je creatieve proces er altijd een versnelling zit. En dat, nou bijvoorbeeld, je hebt een deadline en je hebt nog een dag. Ja. En opeens ga je heel anders werken. Ja. Want je denkt, ja, het moet nu gebeuren. Dus dat betekent beslissingen waar je normaal weken over doet, gebeuren in no time.